Doet hij het nu? Ja, doet hij het nu? Ja. Welkom bij Debunked. Bij Debunked ontkrachten we... Sorry. Hey mam, ik ben mijn oude telefoon kwijt. Dit is mijn nieuwe nummer. Oh trouwens, wil je even geld overmaken? Dacht het niet. Ik zie op internet heel vaak dat mensen dit soort conversaties met oplichters delen. Een vriend van mij deed dat ook. Die had zo'n oplichter op WhatsApp en heeft hem wel 2 dagen aan de praat gehouden. Hij zei ook van ja, zolang ik hem aan de praat houd, dan is hij niet met iemand anders bezig. Zal ik de intro nog een keer doen? Sorry. Alleen oude mensen worden het slachtoffer van online oplichting, omdat ze het minder goed herkennen. Nou, dat is niet helemaal waar, want ook jongeren worden heel vaak slachtoffer hiervan. Dat blijkt ook uit cijfers van het CBS. Denk bijvoorbeeld aan online concertkaartjes of kaartjes voor dat ene festival waarvan je dacht dat het uitverkocht was. Daar wordt heel veel misbruik van gemaakt en veel jongeren zijn daar het slachtoffer van. Hey, met Lisa. Nee, ik zit nou midden in een opname. Nee, ik kan echt niet. Nee, stuur me maar een appje. Als ik een sterk wachtwoord heb, kan ik dat voor alles gebruiken? Ik zou het niet doen. Het beste is, hoe ingewikkeld je wachtwoord ook is, om hem maar voor 1 plek te gebruiken. En voor elke website, DigiD, Facebook, je bank, noem maar op, steeds een ander wachtwoord te gebruiken. En gebruik ook 2-factor authenticatie. Heel ingewikkeld woord. Daarmee bedoelen we dubbele verificatie. Je vult een wachtwoord in en je moet de code van je telefoon intypen. En dan pas weten we zeker dat jij ook echt degene bent die je zegt dat je bent. Oh. Met goede antivirussoftware hoef ik niks meer te doen om mijn gegevens te beschermen. Dat is niet waar. We doen alles online. Bankzaken, contact met elkaar houden, belastingaangifte doen, tickets kopen, spullen verkopen. En er gaat nogal eens wat mis. De basis is goede antivirussoftware, maar die beschermt niet tegen jouw onoplettendheid. Nou, het internet heeft ons ontzettend veel gebracht, maar we moeten wel heel erg opletten wat we doen. En om jou veiliger te maken op het internet, moet de overheid wat mij betreft flink inzetten op het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Op school, op je werk, na je werk, we moeten allemaal digitaal slimmer en handiger en vaardiger zijn. En dan krijgen we met elkaar die cybercriminelen er wel onder. Ja, ik vond dit heel leuk. Dit was Debunked. Tot de volgende keer. Dude. Mijn wachtwoord op LinkedIn is, dit raden jullie lekker nooit. Uitroepteken.